once in a lifetime. A man knows a moment. Wat maakt het nou uit dat ik een zwarte Jood ben die blank probeert te zijn? When faith takes his hand. Ik wil niet oprennen zoals zwarte artiesten altijd doen. My moment, my once in a lifetime, when I can explore a new and exciting land. Wat heb jij met Sammy Davis Jr.? Nou, Sammy Davis was een entertainer puur zang. Zijn leven lang. En het is een zanger, het is een danser, het is een acteur. Het is niet de beste zanger, het is niet de beste danser, het is niet de beste acteur. Maar die combinatie die hij heeft en wat hij kan doen met het publiek, dat is waar ik voor leef. Dus toen ik Sammy Davis leerde kennen, zijn materiaal, en Mr. Bojangles, toen was het alsof ik thuis kwam. Ik wil mezelf helemaal niet vergelijken met Sammy Davis Jr., maar wat hij als zijn vak beschouwde, dat ik kom er steeds meer achter dat het mijn vak ook is. In Nederland. Dus niet wereldwijd, maar in Nederland. En daar ben ik al heel blij mee. Nou, in alle eerlijkheid, voordat ik hier aan begon, kende ik hem alleen van zijn nummers. En mijn grootvader was een jazzmuzikant en die ging ook langs nachtclubs. Dus zo is het een beetje van generatie op generatie overgegaan. Frank Sinatra, de Rat Pack. Eigenlijk wat denk ik veel mensen, als je Sammy Davis Jr. hoort, dat was het eerste ook wat bij mij opkwam. Maar door deze voorstelling kom je erachter wat er zich allemaal achter de gordijnen heeft afgespeeld. Ja, en dat maakt het wel mega interessant. Maar dus om terug te komen op je vraag, ik wist niet superveel over hem in eerste instantie. Behalve dat het een geweldige entertainer was. En ik had wel YouTube-filmpjes gezien van zijn teppen en zijn charme en zijn optredens en zo. Maar dat was het. Je hebt eigenlijk ook je eigen verhaal erin verweven. Was dat lastig om te doen? Nou, je moet heel goed nadenken over wat je gaat vertellen. Want het verhaal wat wij vertellen over van Sammy is heel heftig. Hij maakt hele heftige dingen mee. En er is een gevaar dat je dan je eigen verhalen over ons leven, over het leven van onze ouders gaat vertellen. En dat je daarmee dat het wrang wordt. Hè? Omdat je jezelf gaat vergelijken met zijn. Jouw leed vergelijkt met zijn leed. Dat mag niet zo zijn. Dus wij hebben geprobeerd om het vrij luchtig te houden. Dat is omdat wij vrij luchtig zijn qua persoon. En we zijn allebei zondagskinderen. We hebben echt alleen maar geluk gehad in ons leven. Maar wij zijn allebei het product van een gemengd huwelijk. Dus onze ouders hebben wel op een bepaalde manier een plek moeten bemachtigen. Dus we vertellen een beetje over hoe het voor onze ouders was en hoe het voor ons was om daarnaar te kijken. En dat pakt heel goed uit, denk ik. Ik denk, de reactie die we uit de zaal krijgen, tijdens de show al, ja, precies wat het moet zijn. Er is genoeg humor, onze verhalen maken het verhaal af en toe een beetje licht. En dan zijn we weer even klaar voor om te luisteren naar wat er met Sammy gebeurde. En dat is heel pittig. En ik merk dat mensen onder de indruk zijn van wat ze leren over Sammy's leven. Want je kent de muziek en je weet het feit dat hij in de Rat Pack zat en entertainer was. Maar wat hij heeft moeten doen om daar te komen, dat is zo mooi om te horen. Ja, nou lastig. Ik vond het spannend. Ik vond dat ik ook dacht, god, is dat gaat dat werken en zo? Maar ja, daar hebben we ook wel, dat is ook wel hetgene waar we het meest, ook met de regisseuse, aan hebben gesleuteld en naar gezocht. Want onze verhalen zijn veel lichter van aard. We hebben natuurlijk niet dezelfde zwaarte die Sammy Davis in zijn leven heeft meegemaakt. Totaal niet. En dat is ook niet wat we willen overbrengen. Dus je moet een soort lichtere vorm vinden om dat te vertellen. En ik geloof dat we dat nu wel te pakken hebben. Als je een slechte jeugd hebt gehad, dan kun je alles worden wat je wilt. My destiny calls me. Het is natuurlijk leuk aan de voorstelling dat we interactie hebben met de zaal. En dat is fijn dat de reacties ook vanavond, want die waren bij de try-outs heel goed, maar ook vanavond dacht ik, gelukkig, ze reageren op de goede momenten. En ik was een beetje bang, of straks gaat het helemaal niet vallen, weet je wel. Maar dat is gewoon een soort première angst. Dus we zijn heel blij, ja.